Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 31 augustus van Mirablaza. Een hoge drukgebied boven het noorden van het land bepaalt het weer in onze omgeving. Dat levert rustig weer op met wolkenpartijen in het zuiden van het land, maar de zon schijnt ook geregeld. Zeer lokaal komt een enkele bui voor, vooral in het noorden van het land. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 18 graden in het noordwesten tot 21 in het zuidoosten van het land. En de wind houdt het dus zwak tot matig en komt vooral vanuit het noorden. Vanavond verdwijnen de wolken en ligt de temperatuur tussen de 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden van het land. En morgen krijgen we opnieuw een fraaie zomerdag. Het wordt nog iets warmer dan vandaag, zo'n 19 graden in het noordwesten tot 21 of 22 in het zuiden. Veel zonneschijn, alleen in het noordoosten zijn wat meer wolken en kan er een enkele bui vallen. Zondag en maandag zijn vrijwel droge dagen met veel zonneschijn. En dan wordt het ook nog warmer dan vandaag en morgen: zo'n 24 tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Op dinsdag is er kans op een bui. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.